Welkom bij een nieuwe video. Dit is een review video van Championship Football en de Japanse puzzel van Beverly Enterprise, getekend door Jan van Haasteren. We gaan eens even kijken wat we hier allemaal kunnen zien. Nummertje 61-233. En deze is natuurlijk ook in andere varianten uitgekomen, maar dit is de uitgave van Beverly Enterprise die ik heb gemaakt. Vond het wel leuk. En hier kun je zien, het is natuurlijk één gekke boel wat er allemaal weer gebeurt op het voetbalveld, wat Jan van Haaster heeft gemaakt. We gaan gewoon linksonder beginnen. En wat je hier helemaal mooi ziet, ik had het eigenlijk eerst helemaal niet gezien. Hier staat het dan ook, produced by Beverly, Championship Football. Ik dacht, ga het toch eventjes laten zien. Vond dat wel heel mooi. Nummertje 2. Hier zien we heel veel. Ik vind het ook wel een mooi moment. Hij zit hier te plassen. Hij moet even plassen terwijl hij aan het voetballen is. Vast terugkerend element. De wc doortrektouwtje zie je hier. De kleerhanger. De driekijkgaten. Het handje. Barney was hier. Onze goede darter van Nederland. Raymond van Barneveld zou ik zeggen. En de Indiaan als vast terugkerend element zien we hier ook. Die heeft een bal lek geschoten. Nummertje 4. We zien hier de pijl natuurlijk een vast terugkerend element. De zaag is ook een vast terugkerend element. Het is een hele leuke puzzel. Je ziet weer ontzettend veel dingetjes op de puzzel. Het blijft echt een zoekplaat. Dit vind ik ook heel mooi. Al die rode kaarten waar hij mee strooit. Nummertje 5 is het kunstgebit als vast terugkerend element. De pleister zie je hier bij de hond die een ballenlek bijt. Dus even kijken, nummertje 6. Wat zien we hier? Oh ja, deze meneer hieronder die krijgt fluitles. Kijk, door een dirigent. En dan wordt mooi door een persfotograaf gefotografeerd. Dat vind ik echt zo leuk bedacht van Jan, hè, waar hij dat nou vandaan haalt. En helemaal onder zie je ook de copyright Jan Verhaasteren, Houseman en Hotte. Dat was hoe Jumbo dan ook vroeger heette. En dat staat er ook op. Nou, wat zien we hier? Wat gebeurt er nou nog meer? Iemand van de zoo, van de dierentuin is er ook. Die is een aap aan het trainen, zodat hij kan gaan keepen, zou ik zeggen. Die is daar ook bezig. Nummertje 8, de ooievaar of de reiger met de vissen zien we hier. Ja, dat is één grote knokpartij. Tussen alle voetballers aan de gang. Nummertje 9, die is ook behoorlijk toegetakeld, heeft het vast terugkerende element, de pleister. Nummertje 10, ja, wat gebeurt hier wel om niet de konijn die boven komt? Hij wil hier gaan zwemmen en het lijkt me niet helemaal de juiste plek. Een hele aparte bal die daar wegloopt. En hier zien we nog een voetballen klein duimpje op hele grote schoenen zien we hier terugkomen. En wat zien we hier? Juist een hele grote bal. Ze weten eigenlijk niet van, hoe moeten we daar nou mee voetballen? Hier nog wat andere. De een die springt op een soort skippiebal. De ander heeft een bal in zijn broek gekregen. En deze mannen hier, deze voetballers, die vluchten weg. Want wat is er nou aan de gang? En er zit altijd een soort verband in. Deze man die gaat een bal op hen afschieten. Vandaar dat ze zo bang zijn en willen ze weglopen. Nog een mooi element. Paard van de politie die hier een scheet laat. En die lijkt een soort bal tegen het hoofd van die man aan te komen. Nummertje 16 hier. De periscoop, vast terugkerend element. De pleister zien we hier natuurlijk nog een keer. En niet te missen, je zou het bijna vergeten. Dat is de Haaivin, het handelsmerk van Jan van Haasteren. Superslak zien we hier ook als vast terugkerend element. En nummertje 19. We zagen natuurlijk de politieagenten zojuist. En de boef zien we hier ook. Die rent heel hard weg met een bal aan zijn benen. Maar dat is natuurlijk niet zwaar genoeg. Nummertje 20, de handjes zien we hier en de dolk of het mes is ook een vast terugkerend element. Bovenop de duck-out zien we de bril nog, is ook een vast terugkerend element. En hier is ook, vind ik wel weer mooi gedaan, hier vliegt een bal door de ruit van de verslaggevers daar, die mensen die naar de tv kijken. En dat gebeurt allemaal van deze meneer die kopt. Daar vliegt die bal helemaal naar boven door de ruit. Nummertje 22, ja, even goed gezocht in het publiek natuurlijk. En daar zien we de Indiaan nogmaals, is een vast terugkerend element. Baron van Tas tot Zeveren, daar met zwarte bakkenbaarden en het blauwe jas aan. En even kijken wat we nog meer kunnen vinden. Dat is schoonmoeder van de Jan van Haasteren familie. Nou, leuke puzzel om te maken. Ik heb er erg veel plezier in gehad. De puzzel van Jan van Haasteren, Championship Football.